heel bijzonder verhaal, dank u wel. En ook, dus niet alleen maar over het verleden, maar ook denken aan de toekomst. Dat vind ik zo bijzonder. De meeste mensen die ik spreek over dit thema, die zitten gevangen in hun eigen verhaal. Hè? Want iedereen heeft zijn uitdagingen, zijn beperkingen, maar ook zijn dromen. En ik denk dat het mooi is om deze korte bijeenkomst af te sluiten met te kijken naar hoe kan je nou die dromen realiseren. Wat is voor jullie vrijheid? Wat is voor jullie de ultieme vrijheid? Hoe is het eerste wat in je opkomt? Durven zeggen wat je wil. Durven zeggen wat je wil, zonder na te denken wat de gevolgen zijn. Ja, dat kunnen wij vaak. Maar daar staan we niet zo bij stil. Mijn moeder zei niks moeten. Vrijheid van verplichtingen, niks moeten. Wat is nog meer vrijheid? Geen oorlog. Geen oorlog, natuurlijk. Ja, heel belangrijk. Jezelf mogen zijn. Jezelf mogen zijn? Ja? Wie je ook bent, wat je ook doet. Je eigen keuzes maken. Tolerantie. Maar het mogen ook best egoïstische dingen zijn hoor. Van niet wakker worden door een wekker of zo. Dat is belangrijk. Ruimte. Letterlijk en figuurlijk. Ja, en dat zegt de piloot dan, hè? Ja. Nog meer? Wat is vrijheid? Wat is je ultieme vrijheid? Financiële vrijheid. Financiële vrijheid is ook een hele goeie. Heel veel mensen zeggen ik wil wel iets, maar dat kan pas als ik de loterij win. Of inderdaad met pensioen ben of zo. Ja? Vrijheid van doorgegeven leed. Vrijheid van doorgegeven leed, ja. Dat is ook een mooie. Want heel vaak drukken er dingen op ons die niet van ons zijn. Maar die van de wereld, de cultuur, je voorouders. Klopt. Ja. Nou, we zijn... Ja? Wil je iets zeggen? Zijn wie je bent. Heel goed, ja. Wat goed dat je dat nu al zo mooi ziet. Dankjewel. Ja, en het mooie is, ja. Vrijheid om je eigen wereldbeeld te vormen. Ja, dat is een mooie en best nog een uitdaging tegenwoordig met de media die je alles kant en klaar voorschotelen. En dan denk je dat het objectief is. En mijn vader in Miami, die kijkt de hele dag CNN en zegt, ja maar CNN is echt objectief. Omdat het minder gekleurd is dan Fox News of zo, zeg maar. Dus ja, maar wat is dan wel objectief? Hè? Dat is best moeilijk. Maar die vrijheid ook, om je verschillende informatiekanalen tot je te nemen en dan zelf te beslissen wat je ervan vindt. En dat dan ook weer te mogen uiten, zonder daarvoor opgesloten te worden of aangevallen te worden. En in Nederland hebben we natuurlijk heel veel vrijheid, de vrijheid van meningsuiting en het is geen oorlog, maar toch voelen ook heel veel mensen zich niet vrij. Wie van jullie zou zich wel iets vrijer willen voelen dan hij zich nu voelt? Vrijer willen voelen dan hij zich nu voelt, financiën, verantwoordelijkheden, ja, toch wel een aantal mensen. Nou, eens kijken of we daar een kleine slag in kunnen maken. Een aantal van jullie kennen mijn verhaal, een aantal van jullie niet. Ik zal het even een beetje kort vertellen. Ik heb altijd al veel gereisd. Ik heb nooit voor een baas gewerkt. Toen ik afstudeerde ben ik eigenlijk begonnen met kleine projectjes doen. En in plaats van dat ik dus mijn baan opzegde en ZZP'er werd of zelfstandige werd, wat sommige mensen willen doen, dat is een grote drempel. Want je raakt je baan kwijt, je zekerheid, je salaris, je pensioen, je auto, je telefoon, noem maar op. Maar ik begon gewoon als student met niks. Dus als ik 300 gulden verdiende toen de tijd, dan had ik 300 gulden. Ik had helemaal niet het gevoel dat dat minder was. En dan kon ik een maand op reis door Zuid-Amerika. Zo is dat een beetje begonnen. Ondertussen zijn de bedragen die ik verdien wat hoger geworden. En de bedragen die ik uitgeef zijn ook wat hoger geworden. Maar het idee is nog steeds dat geld is een middel en niet een doel. Ik ontmoet heel veel mensen die zeggen, ja, eerst moet ik carrière maken. En ik ga heel hard werken en dan... Als ik dan financieel onafhankelijk ben, dan ga ik rustiger aandoen en genieten van dingen. Dat is een manier, hè? Heel veel mensen zijn daarmee bezig en die zijn hartstikke druk om maar dat doel te halen om ooit rustiger aan te kunnen doen. Maar ondertussen de kinderen met wie ze tijd willen doorbrengen en de vrienden met wie ze dan die tijd zouden willen doorbrengen en soms zelfs hun relatie met wie ze tijd zouden willen doorbrengen, die gaan hun eigen leven. Die gaan niet zitten wachten tot iemand over 25 jaar klaar is en heel hard werken om leuke dingen met ze te doen. Maar als je erover nadenkt, als jouw doel is uiteindelijk om te genieten van het leven en leuke dingen te doen, dan zou je er bijvoorbeeld ook voor kunnen kiezen om wat minder te werken. Nu al, dan verdien je niet zoveel geld, maar dan heb je nu wel al die quality time die je eigenlijk wil. Sommige mensen zeggen, ja ooit wil ik in het buitenland gaan wonen. En dan zijn ze daarvoor aan het werken en aan het sparen. Maar alle tijd die je in Nederland doorbrengt,
is eigenlijk duurder dan tijd die je in het buitenland doorbrengt. Behalve als je in Londen of in Zwitserland of zo gaat wonen, dat is een beetje duur. Maar Zuid-Europa, Zuid-Amerika, Azië, dat zijn allemaal landen waar je voor 300, 400, 500 euro per maand als een koning of koningin kan leven. Met een scooter, twee keer per dag uit eten in een restaurant, net een appartementje. En als je dan toch je scriptie aan het schrijven bent, of een businessplan aan het maken bent, of aan het nadenken bent wat je wilt doen met je leven, dat kan je in Amsterdam doen of in Amstelveen. We weten allemaal wat de huurprijzen en de huizenprijzen hier zijn. Maar je kan dat dus ook in een ander land doen. En zo ben ik eigenlijk naar de wereld gaan kijken. Wij zijn vaak gebonden aan een bepaalde stad, of aan je werk, of aan je vrienden, familie, of een land. Maar de wereld is eigenlijk heel groot. En omdat de tickets nu goedkoop zijn, eigenlijk overal werken en wonen. En als je dan gaat kijken, als je medische zorg nodig hebt, dan hoef je niet alleen binnen Nederland te kijken. Maar misschien is Colombia wel een hele goede, of Singapore, daar kan je dan heen en daar kan je laten doen wat je op dat moment nodig hebt. En vaak nog goedkoper dan in Nederland en vaak ook nog zonder wachttijd bijvoorbeeld. Als je ervaringen wil opdoen, ja, je kan hier in Nederland Spaans gaan studeren, maar je kan ook in Spanje gaan wonen of huizenruil doen of daar een tijdje gaan zitten. Als je geïnspireerd wil raken door andere ondernemers of door mensen die hetzelfde willen wat jij wil, iets nieuws leren of een artistiek iets of een cultureel iets, die kan je in Nederland opzoeken, maar je kan ook wereldwijd zoeken. Zelfs op Facebook zijn groepen voor alles wat je maar kan bedenken van jeu de boule tot breien, tot van alles en nog wat. En zo heb je dus een internationale groep die allemaal gelijkgestemd zijn en waar je door geïnspireerd wordt. Want ik denk dat heel veel van jullie wel zullen herkennen als je hier in Nederland iets anders wil. Als je zegt ik wil eigenlijk gaan emigreren of ik wil eigenlijk mijn baan opzeggen of ik wil eigenlijk iets off the grid leven bijvoorbeeld. Dan zijn er heel veel mensen die zeggen doe nou niet zo gek. Doe nou maar gewoon. Kom maar weer gewoon bij ons. En dan worden alle angsten van die andere mensen op jou geprojecteerd. Waardoor jij denkt van ja, wil ik dat eigenlijk wel? En het is wel een grote stap en raak ik dan mijn vrienden kwijt. Terwijl als je in een groep mensen bevindt die ook die dromen hebben of die het al aan het doen zijn. En die zeggen ze, hey, goed idee, ik heb dit geprobeerd, dat werkte voor mij. En daar is een goede website, en dat boek zou je moeten lezen. Je moet eens koffie gaan drinken met die. En dan krijg je positieve energie, dan wordt het meer in gang gezet. Dus het leuke van vandaag de dag is dat je dus overal gelijkgestemde mensen kunt ontmoeten. Nou, dat is wat ik eigenlijk deed. Ik reisde heel veel, ik ontmoet allerlei mensen, ondernemers, die hebben weer leuke ideeën. Ik schrijf af en toe eens een boek, dan kunnen die ideeën weer gedeeld worden. Maar ik woonde eigenlijk altijd nog in Nederland, gewoon hier in Amstelveen. Had ik een huis, al 18 jaar geloof ik. Ik ben zelfs ooit door de burgemeester van Amstelveen geridderd in de orde van Oranje Nassau. Omdat ik een goede doelenproject had opgezet, Coins Square. Toen de euro werd ingevoerd heb ik alle buitenlandse muntjes ingezameld voor goede doelen. Daar heb ik 16 miljoen euro ingezameld, zonder kosten te maken. Dat was mijn eerste grote les, hoe je grote resultaten kunt halen met weinig middelen. En dat is eigenlijk als je gedwongen wordt om anders te denken. Want als ik wel geld had gehad, had ik het uitgegeven, net als andere goede doelen. Met dingen te kopen, dingen te huren, dingen te regelen. Maar er was geen geld, dus voor alles kwam een creatieve oplossing. Nou, van de burgemeester kreeg ik een ridderorde. En ik werd ereburger gemaakt van Amstelveen. En ik woonde hier in Amstelveen. Het is 11 minuten van Schiphol met bus 300. Hartstikke handig. Dus ik reisde heel veel. En 3 jaar geleden kwam ik bij het gemeentehuis om mijn paspoort te verlengen. En toen werd er gezegd. Nee, mevrouw Jacobs, wij kunnen uw paspoort niet verlengen, want u woont hier niet meer. Ik dacht, dat moet een foutje zijn, want ik heb gewoon een huis, ik betaal belasting. Het is geen huurhuis, maar een koophuis. Ik woon gewoon in Amstelveen. Nee, want in Nederland is een wet over vrijheid gesproken, dat je 4 maanden per jaar ergens moet overnachten om er ingeschreven te mogen staan. En dat wist ik niet, dat deed bijna niemand. Maar als ze daarop gaan letten, dan gaan ze inderdaad die nachten tellen. En zegt, nee, u reist te veel, mag niet ingeschreven staan. Kom erbij, kom zitten, daar staat een stoel. Kom er gezellig bij. En als je dus niet ingeschreven mag staan, dan heb je een heleboel problemen. Het idee is overigens, als je minder dan 4 maanden per jaar ergens slaapt, dat je dus ergens anders woont. Dat was in mijn geval niet zo. Ik kon aantonen dat ik heel veel reisde, dat ik altijd terugkwam naar Amstelveen. Er zijn zelfs kamervragen over gesteld. 3 weken hebben de ministers vergaderd over de casus Jacobs. En ze kwamen tot de conclusie, ja, die wet die bestaat nou eenmaal. En die is niet bedoeld voor mensen zoals zij, maar ja. Theoretisch gezien heeft Amstelveen hem wel correct toegepast.
Dus we kunnen er niks aan doen. Een fijne dag verder. En dus werd ik uitgeschreven uit mijn eigen koophuis. Ik verloor mijn stemrecht, mijn pensioenrecht, mijn parkeervergunning, ook best onhandig. Ik werd uit de ziektekostenverzekering gegooid, want niet ingeschreven ben je ook niet verzekerd. Mijn bedrijf werd uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel. Ik had een eenmanszaak en daar is hetzelfde adres als van de persoon die dat bedrijf heeft. Ja, zonder adres kunt u geen bedrijf hebben, mevrouw. Dus er werd een streep doorgezet. En als je geen Kamer van Koophandelnummer meer hebt, dan wordt ook je bankrekening gesloten. Je telefoonabonnement kan je niet meer verlengen. Dus mijn leven start als een domino huis, startte dat in. En het enige wat ik wilde was weer terug naar hoe het was. Want ja, het werkt toch. Maar er was maar één instantie in Nederland die zei, mevrouw Jacobs, voor ons bent en blijft u altijd Nederlander. En dat was de Belastingdienst. Ik kon nergens terecht. Niemand wilde luisteren, had maar de Belastingdienst had de conclusie getrokken, wat u ook doet, waar u ook heen gaat, u woont in Nederland. En ik heb ze gevraagd, hoe moet dat dan met mijn bedrijf? En ze nodigde me zelfs uit om een lezing te houden voor de Belastingdienst, een inspiratielezing. Maar ja, ik kon geen factuur sturen, want ik had geen bedrijf meer. En daar zei ik, kunnen jullie daar dan niks aan doen? Zei ze, nee, dat zijn andere collega's, een andere afdeling. Daar kunnen wij niks aan doen. Dus nou, ik moest het probleem oplossen, dus ik heb een bedrijf opgericht in de British Virgin Islands. Dat ging heel makkelijk, heel transparant, onder mijn eigen naam. Dat deed niet om belasting te ontduiken, maar gewoon om verder te kunnen werken, terwijl ik naar een oplossing zocht. Voor alles heb ik eigenlijk een oplossing gevonden. Mijn ziektekostenverzekering. Bij de IKEA Family in Mallorca. Daar kan je als buitenlander gewoon een verzekering afsluiten. En hij is maar €62 per maand. En het is wereldwijd dekkend. Je moet alleen af en toe naar Mallorca. Nou, telefoonabonnement regelde ik. Mijn paspoort heb ik uiteindelijk via een enorme omweg gekregen. En toen het zover was, waren we al een paar jaar verder. En eigenlijk alles in Nederland, iedereen schreef me uit. Het SPB wilde niet met me praten. Ik had nergens recht op. Die Belastingdienst bleef maar zeggen van, u woont gewoon in Nederland. Ik dacht, dat is raar als je geen rechten hebt, maar wel plichten. En ik probeerde eruit te komen, dat lukte niet. Nou, na jarenlang hebben ze uiteindelijk toegegeven dat ik niet meer in Nederland woon. Maar voor het systeem, dat is eigenlijk waar dit verhaal naartoe gaat, is het heel moeilijk als je niet in de hokjes past. Want of je woont in Nederland, of je woont in het buitenland. Als je niet in Nederland woont, woon je dus automatisch in het buitenland. Maar als je niet een adres hebt in het buitenland, dan raakt het systeem in de war. En ze snappen niet dat sommige mensen ervoor kiezen om nergens te wonen. En sommige mensen administratief nergens wonen omdat ze niet aan die 4 maanden komen. Dus uiteindelijk heb ik met de Belastingdienst afgesproken. Wat als ik nou zeg dat ik in Mallorca woon? Ja, dat zou wel heel erg helpen. Ja. Nou, dan woon ik toch in Mallorca. Oké. Dus uiteindelijk is dat ook geregeld. Maar ik woon niet in Mallorca, dus de Belastingdienst weet dat ik eigenlijk nergens woon. Dag Belastingdienst, ik weet niet of jullie ook kijken. We kunnen het nog even erover hebben, misschien. Maar dan denk je dat je vrij bent. Hè? Je woont in Nederland. Het is 2017. Je werkt voor jezelf, je verdient je eigen geld. Ik heb geen uitkering, ik ben nergens van afhankelijk. Ik heb geen verplichtingen, geen verantwoordelijkheden. En toch ben ik niet vrij, omdat er een systeem is. Wetten die we met z'n allen hebben bedacht. Waardoor ik moet tellen de nachten dat ik ergens slaap. Waardoor ik, hoe vaak per dag moet je ergens een permanent resident address invullen. Als je iets bestelt, als je op een overheids iets inlogt. Als je met het vliegtuig reist, dan moet je een immigratieformulier invullen. En dan moet je altijd opzetten, what is your permanent residence address? Dat heb ik niet. Als ik het adres van mijn huis in Amstelveen invul, dan pleeg ik fraude omdat ik daar niet officieel woon. Als ik geen adres invul, dat probeerde ik in het begin. Dan zei ik, laat het me even uitleggen. Dan word je in zo'n cubicle gezet. En dan 3 uur later komt er iemand bij je en die gaat dan naar je luisteren. En die zegt, ja, ik moet toch iets invullen. Nou, dan vul ik een adres in. Dan is het goed. Dus eigenlijk pleeg ik iedere dag fraude. Omdat mij geen andere keuze wordt gelaten. En gelukkig wordt dat niet nageleefd en ben ik daar nooit voor bestraft, zeg maar. Maar ik vind het heel vervelend dat in onze vrije wereld, dat de systemen zich niet zo snel aanpassen aan de bewegingen die zich in de wereld afspelen. Want er zijn tegenwoordig heel veel digital nomads, locatie-onafhankelijke ondernemers. Wie van jullie die werkt, kan ook een dagje thuis werken bijvoorbeeld? Wie zou met zijn computer thuis kunnen gaan zitten of in een cafeetje? Dan zou je eigenlijk ook op een Thaise strand kunnen zitten werken, toch? Of in een leuk cafeetje in Berlijn. Dus
de wereld wordt wat dat betreft steeds opener en steeds makkelijker. En als je nou toch op het Thaise strandje zit te werken of in Berlijn of ergens anders, waarom zou je dan nog je huis in Nederland aanhouden? Want dat is best wel duur voor veel mensen. En weet je dat je je huis hier zou kunnen verhuren via Airbnb of aan expats en dat je daar zoveel geld voor krijgt? Dat je in het buitenland daarvan kan wonen. Je kan naar Japan in een Airbnb, je kan naar Zuid-Europa, je kan lekker reizen. Dat heb ik de afgelopen 6 maanden gedaan. Een appartement verhuren en in het buitenland in een Airbnb zitten. En dan heb je ook nog geld over om te eten en om te reizen. En dan hoef je bijna niet te werken daarnaast. Maar werken is leuk, want ik werk niet omdat het moet, maar omdat ik het leuk vind. Dus dan geef ik ook nog lezingen, schrijf ik ook boeken, geef ik ook workshops. Dus ik heb mijn eigen leven gecreëerd. En ik hoor van heel veel mensen, dat zou ik ook wel willen. En dat kunnen jullie dus ook. Je hoeft niet alle schepen achter je te verbranden. Je hoeft niet een rigoureuze omslag te maken of proberen hetzelfde leven te leiden als ik. Maar als je nou kijkt, wat is voor jou de volgende stap naar jouw vrijheid, naar iets gelukkiger zijn, naar net iets meer ruimte hebben in je hoofd, in je leven. Dat kleine stapje, om dat voor elkaar te krijgen, wat moet je daarvoor doen? En is dat te doen? Moet je daar een telefoontje voor plegen? Moet je daar een e-mailtje voor schrijven? Moet je daar gewoon een iets andere planning voor maken in je agenda? Dat zijn niet zo heel moeilijke dingen. Soms moet je iemand anders even om hulp vragen. Dus als je hier samen met iemand bent, of je hebt iemand in je hoofd, nodig diegene dan straks uit voor een koffie of om te lunchen. En stel de vraag die je hebt. Stel het probleem of het dilemma waar je mee zit. Ik zou dat willen. Maar ik weet niet zo goed hoe ik daar kom. En die ander heeft vast een oplossing voor jou. En als we allemaal een heel klein stapje maken. En net iets meer ruimte in ons hoofd krijgen. Net iets gelukkiger worden. Dan hebben wij ook weer de ruimte om naar iemand anders te luisteren. Om iemand anders te helpen. Want vrijheid begint bij jezelf. Met z'n allen kunnen we een politiek systeem veranderen. Met z'n allen kunnen we mensen zich welkom laten voelen. Ontheemde vluchtelingen. Mensen die naast je zitten. Mensen die misschien net iets anders zijn. Wij zijn allemaal anders, wij zijn allemaal uniek. En als we alle andere mensen die ook zo uniek zijn, het gevoel kunnen geven dat ze er mogen zijn, gewoon zoals ze zijn, gewoon om wie ze zijn, dan denk ik dat we ons doel hebben bereikt. Dat we ons eigen kleine mini-staatje hebben gecreëerd waarbinnen echte vrijheid heerst. Dat jij mag zijn wie je bent, dat een ander mag zijn wie die is. En als we die bubbel wat groter kunnen maken, dan denk ik dat het een soort olievlekwerking kan hebben. En dan maken we de wereld een heel klein beetje mooier. Gewoon met hele kleine stapjes, gewoon met wat we al hebben, met wat in ons zit. Dus als we allemaal dat licht een beetje laten schijnen, dan eren we eigenlijk mijn opa die dat niet kon doen. Dan eren we mijn vader, die op deze manier graag ook zijn ervaringen en zijn trots en zijn bewondering wil delen. En dan eren we alle mensen die betrokken zijn geweest bij het boek, op wat voor manier dan ook. En eren we ook onszelf. En geen eliminatie zitten. Ik wil jullie heel erg bedanken. Dankjewel, Esther. Als ik naar je verhaal zit te luisteren, heb ik één vraag. Ik? Wat is nou jouw ultieme vrijheid? Oké. Mijn ultieme vrijheid. Heel veel mensen hebben een bepaald doel, of een bepaalde missie, of mijn core value is eigenlijk altijd vrijheid geweest. En dan vrijheid, voor mij is het vrijheid om keuzes te kunnen maken. Dus niet zozeer om 's ochtends niet door de wekker wakker te worden of om te reizen. Maar op ieder moment een keuze te kunnen maken, wil ik dit wel of wil ik dit niet. Als ik morgen naar Japan wil, dan ga ik morgen naar Japan. Maar ben ik in Japan en bevalt het me niet, dan kan ik ook weer weg. Maak ik de keuze om met jou samen te werken als uitgever, en dat gaat goed, dan doen we dat. Gaat het niet goed, dan heb ik een keuze om daar weer mee te stoppen. Dus voor mij is vrijheid dat ik altijd kan beslissen wat ik wil. En soms heb ik 1000 keuzes en dan krijg je een soort keuzestress. Hè? Van, oh, ik kan dit, ik kan dat, ik kan zoveel, ik wil zoveel. Maar als je het roer in eigen handen neemt en houdt, dat is voor mij het gevoel van vrijheid en controle. Dat ik degene ben die bepaalt waar ik heen ga. En vaak als je afwacht, dan geef je de controle uit handen. Dan maakt echt iemand anders de keuze voor je. Je baas, of je partner, of de maatschappij, of de cultuur, de mensen om je heen. Dus voor mij is vrijheid keuzevrijheid. En wat is voor jou vrijheid? Nou, op dit moment dat ik weet dat we een beetje aan het afronden zijn. Ja. Een beetje klaarstaan. En inderdaad dat Remco van de boekhandel moet
ook je mond klaar heeft staan. Maar ook de vrijheid dat ik nu de microfoon in mijn hand heb. En wat ik goede vrijheid vond, was dat ik gebruik maakte van mijn mogelijkheid om jou de eerste vraag te stellen. Maar misschien is er nog iemand in de zaal die een vraag aan jou heeft, dacht ik. Is dat zo? Of zit u allemaal te pokeren om naar beneden te gaan, een koek te kopen en gezellig te zondag? Daar is een vraag. Hoe zal een koek overgaan? Oeh, waar zal een koek overgaan? Ik denk altijd van, ik ga geen boeken meer schrijven. En ik heb ze geteld vanmorgen. Het zijn er 22 alles bij elkaar. En dit boekje, dat tot een paar weken geleden voelde het eigenlijk ook niet als een boek voor mij. Het was een projectje wat ik voor mijn vader deed. En ineens dacht ik voor mij. Het was een projectje wat ik was helemaal bij mij. Het is helemaal leuk geworden. Het thema vrijheid is helemaal bijzonder. En ik voel wel weer een nieuw boek groeien. Maar dat is een wat gecompliceerder boek. En dat heeft er iets mee te maken met waar heel veel mensen mee worstelen in deze moderne wereld. Wij zijn allemaal opgevoed, we hebben geleerd om heel erg actiegericht te zijn en doen en krachtig zijn en in je kracht staan. En dat heb ik een hele tijd gedaan, daar heb ik heel veel mee bereikt. En ik ben nu aan het leren om het juist vanuit de zachte kant te laten gebeuren. Go with the flow, van je hoofd naar je hart, hoe je het ook wil noemen. Van de mannelijke naar de vrouwelijke kant. En dat is nu aan het gebeuren in mijn leven. Daar zie ik heel veel verhalen in. En dat wordt vast een keer een groot verhaal, maar voorlopig wil ik daar nog even niet in leven. Dankjewel voor je vraag.